deels van Nederland. Die zijn verzameld in de RAI in Amsterdam. Want daar is natuurlijk weer de 9 maandenbeurs. Waarom heeft u een vraagteken op de bijk? Om voor jullie te raden wat het is. Oh, ik dacht dat u nog twijfelde van wie het was. Nee. Hoe lang moet u nog? Nog heel lang. Hoe lang? Ik denk 4 uur of zo. Ja. Nee, ik bedoel, qua 9 maanden. Zij moet. Ik heb al 4 jaar eentje rondlopen. Oh, ik ben hem niet zwanger. Nee, zij wel. Wat is dit nou? Dit is een 9 maandenbus. Nou, er is in ieder geval melk genoeg, denk ik zo. Je ziet heel vaak vrouwen die borstvervoeding geven, dat ze de boel een beetje verbergen. Dat kunnen we bij u niet zeggen. De hele etalage staat open. Sorry. Hoe heet die? Yara. Sup. Volgens mij is het een jongetje. Nee, wel nee. Yara heeft wel lekkere oortjes, hè? Goed, hè? Je kan bijna RTL 4 ontvangen met die dingen, joh. Dat doe ik elke avond, hoor. Zijn ze altijd zo, of komt dat door de melk? Dat komt door de melk. En want daarna zijn er van die theezakjes die halverwege de navel hangen. Nee, dan worden ze weer netjes opgevuld. We oefenen wel, maar we worden niet meer zwanger. Oh, u bent gewoon oud en geil. Ja, zoiets, ja. Ga eens even door, wijfie. Tjonge, jonge, jonge. Hey, schiet eens op, joh. Rij eens even door. De meeste vrouwen die hier rondlopen en zwanger zijn of net een baby hebben gehad, ja, die hebben een beetje de uitstraling van een nat geregend IKEA-kastje. Maar u mag er nog wel zijn, zo. Dankjewel. Ik zou er zo weer eentje met u kunnen maken op het moment. Ja, toch? Ja. Ja, wanneer heb je tijd? Wanneer heb je een gaatje? Ja, vanavond. Ga je mee zometeen? Ja, dat is goed, hartstikke leuk. En hebben we oppas dan voor die kleine? Ja, dat zorgen we wel voor. Want ik kan me moeilijk concentreren. Ja. Hou je moeder. Pas op. Oh man, er komt er nog eentje aan, hoor. Mevrouw, wat doet u nou op de 9 maandenbeurs? Maar zo even kijken. Ja, ik wou zeggen, hooguit heeft u nog 9 maanden, maar houdt dat wel op. Uw vrouw is zwanger? Ja. Van de eerste? Ja. U weet wat er daarna gaat gebeuren? Nee. Uw hele leven gaat naar de kloten. Nou, dat hoop ik toch niet. Nou, zeg maar, kinderen zijn een handrem op alles wat leuk is. Ik heb hier geen zin in. Nee, dat begrijp ik. Maar het is al te laat, vriend.